iemand aan de veter, dames en heren. Leo, stop maar even hoor. Stop maar even. We hebben tenminste de aandacht. Dames en heren, er is iets heel bijzonders aan de hand. Echt bijzonder. Ik ben zelf 40 jaar oud alweer. Dat denk je dat dat oud is. Nou, er is iemand die 60 jaar lid. En die man die staat daar. 60 jaar lid. Daar wil ik toch even een speciaal applaus voor. Zeker omdat het ook een hele bijzondere man is. Zeker van mij geweest. Want door hem heb ik de weg naar S gevonden. Dat was ook al best wel bijzonder. Ik was nog nooit in S geweest, maar door Leo Konings ben ik in S terechtgekomen. En ik ben er nog steeds elke maandag met superveel plezier. Vandaag ook weer aan het dirigeren met de club. Maar het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om die man, want die man doet ontzettend veel. Donderdagavond is hij bij mij nog in Berkum. Het spul opwezen al. Alles doet hij voor deze heren en dames. En ja, daar ben ik echt heel erg blij mee, Leo. En ik ben blij dat ik dat gewoon even voor al het publiek kan zeggen. Want jij weet het hopelijk wel dat dat zo is. Maar super bedankt voor al voor die fijne jaren die we al hebben. En hopelijk hebben we gewoon dadelijk iemand die 80 jaar lid is. Daar hoop ik het liefst. Of 100. Gewoon zo'n Guinness Book of Record record. We hadden wel iets voor jou. Ine heeft iets heel lekkers en iets heel moois voor jou. En ja, dat mag jij ook doen, Inge. Een dame kan daar veel charmanter, hoor. Goed. Om toch nog een beetje te blijven oefenen, Leo, dachten wij dat het goed was om een klein setje stokjes voor jou te regelen. Met dank ook aan Inge. Alsjeblieft. En Dit komt altijd van pas als je even wat minder inspiratie hebt. Niet dat alle muzikanten drinken. Maar dan kan je er gewoon even lekker een borreltje bij drinken. En dat is namens heel de groep natuurlijk. En dan gaan we gewoon weer verder, hè. Want daar zijn we voor gekomen. No nonsense is Leo ook. Hup, weer door, hè. Dus we maken nog even een paar nummers. Maar ook één keer een kaartapplaus voor Leo Konings, dames en heren. We'll be right back.
Op een officieel momentje. En dat betekent dat ik Leo Konings even naar voren wil hebben. Want ja, Koen die begon net natuurlijk al heel mooi al het gras voor mijn voeten weg te maaien, maar zo makkelijk komt hij er ook weer niet vanaf. Ine, kom er even bij. Klein kind op de eerste rang, hè? Leuk is dit, hè? Ja. Maar goed, we kunnen er niet onderuit. Leo, 60 jaar lid van onze vereniging. Geweldig, natuurlijk. Ik heb een hele hoop dingen op papier gezet. Ik ga het papiertje er ook een beetje bij pakken, want anders ga ik het allemaal niet volbrengen. Want je hebt al zoveel gedaan de afgelopen jaren. Leo, die valt bij ons in de categorie van, als ik iets moet doen, dan moet ik maar roepen. En hij is er altijd bij. Echt dat hij zijn mouwen, denk ik, standaard tot onder zijn oksels oprolt. Om er alles voor ons en voor onze vereniging te moeten doen. Je hebt een prachtige staat van dienst. Je was 7 toen je begon, toch? Toen was nog fanfare en drumband. Toen begon je bij de drumband onder leiding van de heer Rozen. Heb ik me laten influisteren? Ja. Je bent bestuurslid geweest van 1992 tot 2000. In 1985, toen kregen we ons eigen clubblad, De Vrolijke Noot. Die heb jij mee opgericht. Je bent ook nog een aantal jaren de hoofdredacteur van ons daarvan geweest. In 1999, toen liep het blad op zijn einde. Ook de laatste editie heb jij nog helemaal mee volbracht. Intussen hebben we een nieuwe commissie en het clubblad is weer een nieuw leven ingeblazen, gelukkig. Omdat je toen eigenlijk in een gat zou gaan vallen, dat is natuurlijk heel erg jammer, hè, werd je natuurlijk bestuurslid van Stichting Vrienden. Ook een hele belangrijke taak. Stichting Vrienden hebben wij natuurlijk heel erg hard nodig als muziekvereniging. Ik zei het al, de handen uit de mouwen. Hij is erg actief, als ik dan even wat dingen mag noemen. De hergebruikersmarkt, als het gaat om brommers en fietsen. Een fiets met vierkante wielen heeft hij ook voor mij al verkocht. Het maakt allemaal niet uit, hij verkoopt alles inderdaad. Maar de fietsen en brommers, dat onderdeel is echt Leo's een ding. Spul op Marktplaats. Ja, heel veel spullen al verkocht. Allemaal hele mooie centjes die je voor ons dan in het laadje brengt. Ook de oud-ijzerverkoop. Even kijken, je printplaten, cv-ketels, dakgoten, droogmodus, hanglampen. Nou, er zit allemaal koper, aluminium, tin, zink, ik weet niet wat er allemaal in zit. Maar goed, dat wordt allemaal in de vrije uurtjes een keer uit elkaar gesoldeerd en gesloopt inderdaad. En vervolgens weer verkocht. Nou ja, en dat brengt een hele mooie cent op inderdaad. Dus helemaal geweldig.
Ja. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Een verenigingsmens in hart en nieren. Je doet heel erg veel voor onze club inderdaad. We hopen, zoals Koen ook al zei, dat je nog jaren wil blijven doen. In goede gezondheid. Nou ja, daar gaan we vanuit. Dat is natuurlijk nog het beste wat je moet hebben. En we hopen nog heel erg lang van jou te gaan genieten. Leo, hartelijk gefeliciteerd. En wij hebben daar onze versiers erbij. Mijn lieftallige secretaresse. Sta je goed? Ik was hem kwijt. Ja, ik vergat het nog even bijna te zeggen. Een bloemetje natuurlijk voor de vrouw, want ja, ook Ian is een heel trouwe lid inderdaad, maar zonder vrouw ben je nergens. Ja, dat wou ik zeggen. Net. Ook Ine, heel erg hartelijk dank. Dan hebben wij ook de voorzitter van de Bond voor de Brabantse Muziek, Joop van der Meulenbeek, hier. Even denken waar hij is gebleven. Ja, kom even naar voren. Die wil jou ook nog graag even toespreken. Dankjewel, voorzitter. Daar Leo. Hoi. Ja, ik heb hem niet meer terug, maar dat geeft niet. Leo, Ine, speciaal voor jullie natuurlijk. Als hele trouwe, zijn we daar een middelpunt van de belangstelling. De harmonie, of de fanfare hier is aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. We zijn een rijke provincie met 400, dik 400 verenigingen. Al bij elkaar 30.000 amateurmuzikanten, zoals er hier een flink aantal zitten. Want klein maar fijn, laat ze het eerst maar schuiven. Want ik ken de club al heel lang, ook uit andere hoedanigheden, maar in elk geval. Jullie zijn een echt representatieve vereniging voor hoe het in een kleine kern ontzettend goed gaat. Ja, en nou een beetje steun van de gemeente, maar goed, kom ik zo op terug. Maar in elk geval, ik heb al gezegd, dus deze club is een van de dik 400 verenigingen in Brabant. We zijn echt een rijke vereniging. Er zijn heel veel clubs zijn opgericht, eigenlijk 1860, 1918. Maar dit is een vrij jonge vereniging, 1949. Maar daar is gewoon niks minder om, want je bent zo jong of je oud als je je voelt, toch? Dus ik heb net mijn afstandje staan te kijken. Ik heb niet veel verstand van muziek. Ik ben meer bestuurlijk bezig. En ik mag als voorzitter van Brabantse Bond. We zijn 10 man in het bestuur. Laat duidelijk zijn, wij zijn er voor jullie en niet voor ons. Niet omgekeerd. Dus wij zijn er echt ten dienste van de verenigingen. En we doen ons stinkende best. Vooral op provinciaal niveau en op landelijk niveau. Om in ieder geval een stukje meer erkenning te krijgen voor amateurmuziek. Dat kan variëren van imago. En dan denken ze in Den Haag nog steeds. Ja, ja, in Brabant. Met drank meer klank. Nou, dat is wel goed, maar dat moet niet op de bovenhand hebben, want dan krijgen we nooit de handen op elkaar in Den Haag. Dus er is al heel veel gebeurd in een stukje erkenning. En dat kost heel veel energie, maar we zijn er ook afhankelijk van hoe de leden doen lokaal. Bijvoorbeeld Sint Gregorius of Willebrodus in Est. Dat is heel belangrijk. Want ja, jullie zijn toch de representanten van de sector, heet dat zo mooi. Lokaal. Dus de gemeentebestuur moet jullie ook gewoon steunen. En daarin worden we nog eens ooit teleurgesteld. Dat is gewoon bekend. Het is gewoon onbegrijpelijk voor mij. Echt onbegrijpelijk. Dat ook een gemeentebestuur hier gewoon de stekker uit een opleiding trekt. Een subsidie afbouwt. Daar kan ik niet bij. Dus wat wij dan proberen te doen. Wij hebben geen invloed richting natuurlijk de bestuursleden. Of richting de gemeentebestuur. Wij proberen wel het besturen van clubs te helpen. Handvaten te geven. Hoe ze gemeentebesturen van die dwaze gedachten kunnen afbrengen. Nou, je bent hier bezig en achter onze rug gaan ze de BTW verhogen voor de dirigenten. Dus je moet constant alert zijn. Dus aan de ene kant zeggen ze, ja, cultuur, dat is het voegsel tussen de bouwstenen van de maatschappij. Maar aan de andere kant zijn ze er allemaal bezig om dat voegwerk tussenuit te hakken. En daar maken wij ons sterk voor. Dus, dat wat wij doen, maar wij doen het voor jullie, voor niemand anders. Wie is jullie? Jij bent eigenlijk vandaag de representant, de vaandeldrager, vind ik, van deze club. Het vaandel is er niet meer, maar in elk geval, ik vraag altijd aan de voorzitters van, zet nou die mensen eens jubileren voor het vaandel. Want eigenlijk, je bent een slagwerker, ik hou van slagwerker, ik ben ook slagwerker. En ik weet nog goed, ik zat in het bestuur van Bellingham, en er kwam er in 1983 een man met een duim in de mond vragen of je muziekles kreeg, dat was Koen Bloks. Hij heeft het goed gedaan, en jij hebt hem hierheen gehaald, dus volgens mij had je duim in je mond, ik weet niet zeker.
Ja, zie je wel. Ik zat in bestuur met Tom van de Veerong, toen een belletje met TOG en dan kwam hij vragen of je alsjeblieft muziek mocht maken. Nou, we hebben dat alsjeblieft maar gedaan en ja, het is goed gelopen, ja, het is goed gelopen, ja. 40 jaar, Koen toch. Wat blijft de tijd, jongen. Maar jij hebt hem hierin gehaald, hoor ik. Dat is bijzonder. Hè? Dus, maar nogmaals, jij bent vandaag, sta je in het middelpunt van de belangstelling en ik kan van een afstandje mooi kijken hoe zo'n club omgaat met jubilarissen. En ook inderdaad de vrouw achter de jubilarissen, niet vergeten. Want ik bedank ze altijd, de partners. Want zonder partner, als je een partner niet zag zitten, dan had je het nooit zo lang volgehouden. Maar als jij de club niet zag zitten, had je het ook niet zo lang volgehouden. En als de club jou niet zag zitten, had je het ook niet zo lang volgehouden. Dus kennelijk is er een chemie. Ben jij toch een echte cultuurvaandeldrager van Wille Brothers. En daar kun je trots op zijn. Dus daar ben ik ook heel erkentelijk voor namens de Brabantse Bond van de Muziekvereniging. Met onze 30.000 amateurmuzici. Dus vanaf namens die mensen mag ik jou van harte feliciteren. Maar ook Ine, jouw vrouw. Ik begrijp dat je kleinkinderen binnen zijn. Je dochter is binnen, begrijp ik. Daar. Dus leuk. Maar ik heb vooral gezien hoe Wille Brothers omgaat met haar jubilaars. Weet dat, voorzitter, hè? Met haar jubilaars. Toppie gedaan. Dus er is niks op te verbeteren. Dus het gaat jullie goed. En wij maken ons lekker sterk om jullie belangen op provinciaal niveau, landelijk niveau, echt te behartigen. Want ik ben echt een man van de muzieksector. Maar ik ook een vrijwilligersbaan, maar ik ga er wel voor. Dus ik hoop dat je over 10 jaar terugkomt hier. Dan krijg je er eentje met een gouden steentje erin of met een diamantje erin. Dus ik hoop je over 10 jaar nog te zien. Goede gezondheid en geluk. Ja, ik zou een kratje vragen om mee naar huis te nemen vanavond. Toch? Leo, dankjewel. We zijn nog niet klaar, want we hebben er nog meer. We hebben 2 jubilarissen die zijn 12,5 jaar lid. Bob en Ankie, kom even naar voren. Ja, ik wacht wel, hè, dat is niet erg. Alle tijd. Ten slotte zaterdagavond, hè? Nee? Goed. Dames en heren. Ik begin met de dame, zo hoort het natuurlijk, hè. Ankie, 12,5. Of ik snel een beetje rekenen, een jaar of 8. Een meisje nog, hè, toen je bij de vereniging kwam, inderdaad. Je was de jongste teller uit de Meulendijk-familie. Ze hebben er allemaal bij gezeten. Alleen Corina is intussen gestopt. De rest is nog steeds heel erg actief. Je bent begonnen op Bugel. En je speelt er nog steeds. Met heel veel plezier. Ja? Toch? Oké. Okay. Je hebt les gehad van Marco Martens. Samen met Martje Bergman heb ik mij laten influisteren. Was ook erg leuk. Als het om een organisatie gaat. Ja goed, we hoeven je ook maar te vragen. Hè? Handjes, de mouwtjes omhoog inderdaad. En de hulp die bied je altijd. Tijdens de repetities ben je eigenlijk vrij rustig. Alleen het verbaast me altijd hoe scherp ze ooit uit de hoek kan komen. Een tijdje droge humor heeft ze wel, dus ze is wel heel gevat inderdaad. Maar dat maakt het repetities altijd wel wat grappig. Want als ze uit de hoek komt, dan komt ze goed uit de hoek. Ik heb hem er nou niet bijgehaald, maar jouw schatje, en dat was van vorig jaar, deed ik hetzelfde. Roel, ja, die heb je dan toch weer ontmoet dankzij ons, hè. Ja, ja. Dat vinden wij dan, hè. Dat maakt het natuurlijk extra leuk inderdaad om muziek te gaan maken op donderdagavond. Hè? Nou, in het voorjaar ben je nog een paar maanden tussenuit geweest. Bezoek je naar Afrika. Ja, je kan maar ergens naartoe willen. Voor de studie heb je stage gelopen. Je gaf toen al aan van ja, ik weet niet wat ik daarna ga doen. Maar ik hoop dat je blijft.
dat je nog inderdaad op naar de 25 mag gaan. Maar voor nu alvast heel erg gefeliciteerd met jouw 12,5-jarig jubileum. En dan hebben we Bob. Bob is ook 12,5 jaar lid. Ja. Hij was ook een jaar of 8 toen hij erbij kwam. Het was nog een Bobje, hè, denk ik. Ja. Nou is hij denk ik ruim 81. Ik denk dat hij 91 inderdaad. Ik noem het een hele Bob. Je bent ook begonnen op Bugel. Maar ja, een aantal jaren ben je overgestapt naar een dikke Bugel. Zoals ze hem ook wel noemen. Bariton, euphonium, wat is het nou eigenlijk? Euphonium, ja, ik vergis me ook elke keer. Hij speelt al jaren met verven, dus euphonium. En dat, daar zit een hoop muzikale kwaliteiten zit daarin. Als het gaat om helpen, normaal ook geen probleem. Stille kracht, maar gewoon handje te mouwen. En ook voor de vereniging heel actief. Zet zich in voor allerlei activiteiten die wij daaromheen nog organiseren. Bijvoorbeeld de Jeu de Boule. De Jeu de Boule, jij bent voor het, de man van, van de puntentelling, hè? Als de houten borden naar buiten worden gedragen, inderdaad, dat regelt Bob ook mede. Ook een hele belangrijke taak. We hebben sinds een paar jaar een nieuwe website. De beheerder van onze website, dus als je iets te klagen hebt. Hij, hè? Niet ik, hij. Maar dat doet hij goed. Daarbij ben je ook actief als lid van de opleidingscommissie. Hè, dus alles wat het gaat om leerlingen en opleidingen, inderdaad, is Bob ook een mede-commissielid. En bij jou werkt het net andersom. Jij brengt nieuwe leden mee. Want hij heeft een verkering met Laura. Die staat hier ook ergens voor mij in. Hoi. En die zit een paar weken op bariton sax inderdaad bij het opleidingsorkest. En we hopen eigenlijk dat je ze weet te overtuigen. Dat ze straks nog eens een keer... Dat komt goed. Nou, nee, dat is mooi. Dat is mooi, dat is mooi. Goed, ook voor jou Bob, alle felicitaties. En we hopen nog heel veel jaren van jou te mogen genieten. Dankjewel. Goed, jullie mogen gaan zitten. Wij gaan verder met het concert. Ja, dankjewel Fred. Dan hoef ik niet zo te schreeuwen. Normaal gezien zouden we nou meteen beginnen met muziek. Maar het volgende stuk heeft toch een kleine uitleg nodig. Gelukkig hebben we allemaal mensen binnen de vereniging die een hele hoop doen voor de club. En één iemand ervan is Toon Rietico altijd geweest. Bibliothecaris is van de club. En toen Toon ermee uitging, toen heb jij ons beloofd een stuk te schenken. En we mochten het zelf uitzoeken. Een mars is het geworden. En wij hebben gekozen om niet een traditionele mars te spelen, maar een mars.